Je hebt niet veel tijd, je hebt wel heel veel honger, geen zin om de afwas te doen, maar wel een microgolf, dan is dit gerecht echt voor u. Ik maak een zoete aardappel gevuld met geitenkaas, avocado en kerstomaten. En beginnen doe ik met gaatjes prikken in een zoete aardappel. Waarom? Anders kan dat ontploffen. Gevaarlijk, dat is niet tof. Dus doe dat maar. Daarna olijfolie op de zoete aardappel even inwrijven. En dan mag je dat 10-12 minuten in een microgolf. Of totdat de zoete aardappel volledig gaar is. Kleine blokjes avocado snijden. In de zomer zijn er prachtige Belgische kersttomaten en je ziet, het is een gerecht met niet zo heel veel ingrediënten. Die ga ik gewoon even overlangs snijden. Dit ga ik kruiden met een beetje peper en zout en fijn gesneden basilicum. De zoete aardappel is klaar. Wow. En je ziet, die is mooi gaar. Het topje eraf, even uitlepelen. En je kunt dus al raden, nu alles terugvullen. Een beetje geitkaas, een beetje avocado, zoete aardappel, tomaten. En zo krijg je een heerlijk gevulde zoete aardappel. Een beetje olijfolie over voor de blink-blink. Het ziet er misschien moeilijk uit, maar je hebt er enkel een microgolf voor nodig. En het is ook gewoon super lekker. Zeker proberen, smakelijk. Tot de volgende. Like, subscribe en altijd zeer. Salukjes.